Papa, mama, wij houden van jullie. Nog 30 jaar erbij. Proost. Als je broertje en zusje bent, dan mag dat niet. Maar eigenlijk wil ik jou. Oh, Boris, ik wil jou. De zaak bezit op dit moment de mooiste, de grootste en beroemdste diamant die het ooit bezeten heeft. Ik beschouw het als een symbool voor de liefde tussen mij en Hester. De blauwe duivel. Voel je wat? Ik voel dat ik gisteravond te veel gezopen heb en dat ik vandaag maar eens vroeg naar huis moet. So, you wanted to see the Anne Frank House today and the Night Watch. Right. Or what? Do meet today. Godverdomme, waarom met zo'n oude kerel? Je bent op je mooist nu. Ik vind het contrast opwindend. Godverdomme. His company has gone bankrupt and he hasn't got anything left. He cannot buy the Blue Devil. Janneke, wat doe je? Janneke! Thomas, gooi hem weg. Geef hem weg. Maar we moeten van dat ding af. Weggooien. We hebben het over meer dan 10 miljoen dollar. 10 miljoen! Eerlijk gezegd wel, ja. Je gaat toch niet eerder weg? Ik moet wel. Ik heb het Anton uitgelegd. Anton weet het. God, wat een machtig Thomas. Spijt me. Veel gebeuren. Prospectus maken. Die steen moet verkocht worden. Dus jullie werken vanaf door. Aan die folders. Dat wil ik openhouden, ja. Juist, ja. Het zou dus wel eens laat kunnen worden. Uiteraard. Wil je dat ik bel als het laat wordt? Doe maar. Ik vraag het jou wat jij wil. Je zegt al dat het laat wordt, dus dan hoef je niet meer te bellen. Nee, dat is zo. Goed. Dus dan zeg ik niet maar vast voor de zekerheid dat het laat kan worden, kan dat altijd nog meevallen. Ja. Dan ga ik. Ik ga niet hoor, ik kan het nou niet hebben, al die mensen. Je hoeft niet. Ik heb nooit begrepen waarom dat moet, dat condoleren. Gruwelijk. Wil je naar huis? Nee. Ik wil... Hier wat lopen. Met jou. In de stilte. Ik moet weten waarom ze het gedaan heeft. Waarom heeft ze het gedaan? Ik wil het weten. Ja, dat begrijp ik. Al moet ik er alles voor overhoop halen. Iedereen bellen die ze gekend heeft. Ik moet weten waarom. Ja. En dan die brief. Ze stuurt iemand een brief de avond ervoor. Die zal toch aan mij gericht zijn, zou je denken? Maar waar is dat ding? Misschien was hij wel voor iemand anders.
Maar wie? Misschien had ze wel een andere man. Ja, nee, dat kan toch? Ik vind het niet erg, als ik maar weet wie het is. Was het echt goed tussen jullie, Anton? Het is goed. Jezus. Het was goed. Ups en downs. Meer ups, voor zover ik weet. Mag ik een vreemde vraag stellen? Ja, natuurlijk. Geen gang. Wanneer zijn jullie voor het laatst naar bed geweest? Voor het laatst? Het was de avond ervoor. En heb je toen niks aan haar gemerkt? Jawel. Ja, natuurlijk. Ze was daar van plan. Ze wist het. Dat het onze laatste keer was. Ja, dat weet ik nu. Het was heel... intens. Jezus Christus. Maar dan kan je toch niet weten dat... Ik bedoel, ja... Ze huilde, maar dat ga je toch niet denken dat... Nee. Waarom wou je dat weten? Ik denk dat als mensen nog met elkaar vrijen... dat het dan nog niet echt mis is. Het was ook niet echt mis. Dat zeg ik toch, dat zeg ik! Nee, sorry. Ik denk alleen... Ja, ik weet niet meer wat ik dacht. Je moet een probleem oplossen met iemand die er niet meer is. Iets uitpraten met iemand die niet bestaat. Als me dat niet lukt, kom ik hier nooit meer uit deze waanzin. Ik heb het gevoel dat ik gek word, weet je dat? Het is stapelgek. Het is echt een prachtige steen. Incredible. Isn't it beautiful? Ja. Well, I had better be on my way. You guys have got a lot of work to do. Okay, goodbye, Mr. Bowman. Okay, take care. We have a hell of a problem. It's not my responsibility, Tom. I know. Connie? I didn't ask the guy to piss away the profits. We've been over that. And my son Anton is not going to work for some time, so we are very busy. I understand. Hey, my son Robin. Remember, I told you about him? He wants to work in Europe. I could give him a call, he could be on the plane, he'd be here tomorrow. Okay, send him to me as soon as possible. Okay, I appreciate that, Tom. Tony, laat jij de boom even uit. Okay. Zonder dat je zo'n steen moet verkopen. Als je het kon betalen, zou je hem houden. Je kent zijn reputatie, toch? Geloof jij dat? Ben je gek? Nou, ik ook niet. Ik loop ook gewoon onder ladders door als dat de kortste weg is. Mensen zoeken een excuus voor hun problemen. Iets om de schuld aan te geven. Dat het allemaal komt door zo'n mysterieuze diamant. Dus? Dus we verkopen hem, maar om financiële redenen. Maar niet onder de prijs? Niet onder de prijs. Dat kan dan wel even duren. Dan duurt het maar even. Waar ga jij heen? Uit, waarom wil je dat weten? Dat is een vraag, ik vraag het je. Nou, ik ga dus uit. De stad in? Ja. Naar die kerel. Welke kerel? Marjan, hou op. Oh, Bowman bedoel je. Die is toch al lang terug naar Amerika? Hij is er nog en dat weet jij best. Oh ja, ik dacht dat hij terug was. Hij komt woensdag eten, dat weet jij heel goed. Oh ja, nou, het zegt. Secret. Boris. Ga eten met een vriendinnetje. Geen reden tot paniek. Zo gekleed. We gaan misschien nog even uit, dat weet je nooit. Hoe laat ben je thuis? Ik zou het niet weten, het kon wel eens laat worden. Ik zie je morgen, lief broertje. Ze maakt zichzelf van kant, maar laat geen bericht naar. Stel, ze verstuurt een brief, maar niet aan mij. Aan wie dan wel? Wat is dit voor een spelletje? Dat kan toch alleen maar zijn om mij te wat? Om me gek te maken. Anders doe je zoiets toch niet?
Denk je dat ze het expres heeft gedaan? Dat ze expres geen verklaring voor jou heeft achtergelaten? Ik kan niks anders bedenken. Ze wilde me gek maken. Oh nee, dat wil ze. En het lukt er. Natuurlijk lukt het er. Anton, je bent kwaad. Toen laat het gaan. Kom het nou niet op, toen laat het gaan. Anton, als ze een brief heeft verstuurd, dan is dat een brief voor jou. Dat kan toch niet anders? Dus er is iets gebeurd met die brief. Ja, hij kan kwijtgeraakt zijn bij de PTT. Dat kan toch, ja, weet ik veel. De postbode kan hem verloren hebben. Ja, er zijn zoveel verklaringen. Ik zal hem moeten vinden. Maar laat je nou niet gek maken, hè? Alsjeblieft. Dat heeft helemaal geen zin. Ik heb het niet meer onder controle, ben ik bang.